Wat gaan we nu bakken? We maken grummelkeskoek. Eigenlijk is de grummelkeskoek afkomstig uit Duitsland. En dan zagen ze vroeger daar begrafeniskoeken tegen. Maar er hoeft echt niet iemand voor gestorven te zijn om dit te bakken. We maken er gewoon een Limburgse grummelkeskoek van. En we variëren met rabarber. Wie geeft het? We hebben 4 eieren, 250 gram suiker en 250 gram bloem. Dit gewoon vermixen, dat is de basis. Dan doen we dat een plaat met bakpapier bekleien. Ik duw dat eigenlijk door als ik dat twee heb. Dus dan heb ik een fijn vorm. En dan heb ik mijn bakvorm klaar. Toen zal hier de rabarber op rangschikken, want we maken hem eigenlijk een beetje op de kop. Op de kop dus, ja. Ja, ja. Niet eerst de rabarber en dan komt de deeg. En over, als dan de basis over de rabarber gaat, komen door de grummeltjes op. En het bijzondere van dit recept is, als er afgebakken is, dan komt er nog een pakje ongeslagen slagroom op die grummeltjes. Oh. Maar die grummeltjes zijn terug en dan is het net of we daar een vanille leukske, een leukske pudding tussen hebben. Dus dat is de combinatie. Nou, het is een heel oud recept. En we gaan dat nu bakken voor u. Doe de rabarber maar hier op. Ja, ja. En ik maak de basis. De eieren gewoon in de komp. En het fijne is ook dat ze die vorm niet hoeft te vetten. He, door dat papier kunt ze hem ook straks zo uit de vorm halen. Ja, inderdaad. 4 eieren. 250 gram suiker. Bloem en bakpoeder. Prima. Ja, hè? Dit waren de grummeltjes. 250 gram boter, 250 gram suiker en 400 gram bloem. Mocht je het even de heimlesje en oh, hij is al gedaan en dan kan ze even opkneden dat zoete grummelen al klaar is. De basis is gemixt. Dat waren de eier, de suiker en de bloem. Dit doen we nu over het beslag. Over de rabarber. Hè? Over de rabarber. We maken het een beetje glad. Ik pak altijd de achterkant van een bolle lepel ervoor. Vind ik altijd makkelijker als een. Zo. Nou, even kijken dat alles bedekt is. Nou, Margriet, dan moest je de grummeltjes kneden. Dus het was de boter. Ja, 250 gram, 250 gram. En richtig kniepen, dikke grummelen maken. Dikke grummelen, ja. Zo, hè. Ja. En dat zijn vuil grummelen. Ganstrop? Ganstrop zijn vuil grummelen. Ja, dat zijn vuil. Dit heeft niet voor niks grummeltjeskoek. Ik zal het even helpen. Dit is ook echt, handwerk. En dit gaat nu de oven in. 20, 25 minuten op 180 graden. En die komt dus die slagroom over, hè? Als er uit de oven komt. Als er uit de oven komt. Uit de oven. Dus want dit is een vrij droog grummeltjes. En dat zoere van de rabarber frist dat een beetje op. Het is eigenlijk een recept wat uit Oost-Friesland komt, uit Duitsland. Ja. En dat komt eigenlijk ook van een horecaman.
dat het eigenlijk altijd bakte als er koffietoffels zijn. Dus daar werden alleen geen vlaai. Ja, wie ver maken we zwarte proemen vlaai? Ja. Met een koffietoffel. Maar daar werd het, dit moest eenvoudig zijn. Nou, dat gaat de oven in. We zullen dadelijk kijken wat het wordt. De kruimelkoek. Hij is op kleur. Hij heeft een oer in de oven gezet. Kijk eens wat voor schoon kruimeltjes hebben gekregen. Wat er fijn omhoog is gegangen. Nu is het de kunst om ook weer de slagroom over die dreugkruimeltjes te doen. En dan horen ze hem schissen. Heur eens. Hij pruttelt gewoon nooit. Dat trekt nu helemaal in dat gebak. Door de kruis een beetje een vanilleluikje. Daaronder hebben we natuurlijk die rabarberstukjes zitten. En de warmte duidt nu de rest van het werk. En we moeten hem nu alleen nog even laten afkoelen. Voordat we hem kunnen gebruiken. Zeker proberen. Heb je een leuk recept? Heb je een leuk idee? Neem contact op met het kookpuntje. Die kunnen ook leuke dingen voor je opnemen, dat je dat met anderen kunt delen. En wat is er nog fijner? Als je goede recepten kunt delen.